De leerlingen van HAVO 1 moeten voorlopig nog even thuis blijven. Dit omdat de school nog niet is begonnen met de lessen. Wanneer de leerkrachten echt aan de slag gaan, is nog niet bekend. De school is sinds kort opgesplitst in HAVO 1 en HAVO 4. Hiermee heeft minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur getracht een einde te brengen aan het slepende conflict tussen een groep ontevreden leerkrachten en HAVO 1-directeur Radhika Dewi Sital. Deze maatregel heeft echter nog niet het gewenste resultaat opgeleverd, want de lessen laten nog even op zich wachten. Een lege lerarenkamer en gesloten leslokalen is alles wat er te zien is op de vleugel van HAVO 1. Het verzoek van de redactie om directeur Sital te spreken wordt tot 3 keer toe afgewezen. Ze gaat u bellen, wordt ons meegedeeld. Leerlingen van de school zijn allesbehalve blij met deze situatie. Een keuze maken van, hey, die kinderen moeten naar school, laat ik gewoon afstappen. Afstappen, die kinderen moeten naar school, de school moet starten. Nu zijn we 2 weken, 1,5 week achter. We gaan bijna eind november pas ga je eerste rapronde maken. En dan moet je weer in februari rapronde gaan maken waar het eigenlijk dit jaar eigenlijk beide raprondes gedaan moeten worden. Dus ja, is lastig. Nu gaan de leerkrachten ietsje haastiger met de les bezig moeten zijn, alleen om ons te helpen. Op HAVO 4 is het onderwijsproces al gestart en volgens waarnemend directeur Ramon Tolen kan het alleen maar goed gaan. We zijn eigenlijk gestart gisteren. Ik heb in het weekend aan het rooster gewerkt, waardoor ik eigenlijk geen vertraging heb in het systeem. Want het gaat om de studenten. De studenten kunnen nu thuis blijven. Ze hebben al 2 weken gestaakt. En we moesten ergens beginnen. Dus ik heb ervoor gezorgd dat mijn rooster niet helemaal, maar in conceptvorm wel af is. Dus nog niet formeel, maar dat ze wel kunnen volgen. Ja, dat is belangrijk, want ze moeten volgen. Maar over het andere, dus HAVO 1, u weet niet wat de situatie daar is? Ik ken de situatie niet echt. Dat mevrouw Sital nog steeds directeur van HAVO 1 is, dus zij heeft daar andere inzichten over haar school. Ik heb andere inzichten over mijn afdeling. Hoe is de samenwerking tussen u en uw collega-directeur? Het is een goede samenwerking. We werken normaal samen. Het is eigenlijk ook het beleid van het ministerie om een beetje af te stappen van die grote scholen. Dus eigenlijk zijn het gewijzigde beleidsinzichten om af te stappen van die grote scholen. En ook om het aantrekken van meer mannen in het onderwijs, want we hebben minder mannen in het onderwijs. Dus eigenlijk is dat ook een uitgangspunt van het ministerie geweest. Om meer mannen te hebben in het onderwijs. En ja, hoe zien de komende dagen eruit? Nou, u ziet het, we gaan verder. Ik ben nog even bezig bepaalde dingen te finaliseren aan het rooster. En mijn studenten komen, ze volgen. Ramon Tolen, hij is waarnemend directeur van HAVO 4. Deze school is intussen begonnen met de lessen. Op HAVO 1 is dat nog niet het geval.